verschrikkelijke camping langs de weg. Dat is misschien ook een idee is het om gewoon als we er een stukje kunnen doen. Gewoon vragen of we die drone extra voor 2,5. Een kampvuur maken is de droom van iedere kanovader in de Zweedse wildernis. Je mag overal kampvuur maken, tenzij de weersomstandigheden dat niet toelaten. En dat komt zelden voor. Daarnaast is een vuur buitengewoon functioneel. Het houdt je warm, je kunt je nat geregende kleding erbij drogen, het weert muggen en je kunt een deel van je afval verbranden. Goede redenen om een mooi kampvuur te maken dus. En dat vergt een beetje voorbereiding. En die voorbereiding begint met het schillen van de bast van een omgevallen berk. Zweeds goud, mooi berkenbast. Daarna moet er voldoende brandbaar materiaal gevonden worden. En ook dat is geen probleem in het Zweedse bos. Na een korte zoektocht zijn alle voorbereidingen getroffen en kan het feest beginnen. We hebben zin om een vuurtje te gaan maken. En daarvoor hebben we net een paar boodschappen gedaan in het bos. Namelijk hele dunne takjes van dennenbomen om het mee aan te maken. Iets dikkere takjes die in de bomen hangen en heel erg droog zijn door de wind. En dan om het aan de praat te krijgen, nog iets dikkere takjes, ligt allemaal keurig gesorteerd. Klaar voor gebruik. Tijdens het kano hebben we berkenschors verzameld. Want dat is de beste manier om een vuurtje aan te krijgen. En omdat we toch een beetje woudlopers zijn, gebruiken we geen lucifers, maar een firestarter. Om een berkenschors te laten branden is het handig om hele kleine krulletjes te schrapen. Dat kost even tijd. En daarna zou het met één vonk in de fik moeten kunnen. Nou, netjes een vuur opbouwen, dat is iets voor boekjes. Gewoon in de goede volgorde de boel erop gooien, dat werkt het beste. Goed, zoiets dus.